Ik zal het... Nu wordt uitgelegd. Het belangrijkste bintangbier van Indonesië. Heerlijk. Ja. Verder? Dat is ajar. Mm-hmm. Dat is dus een Indonesisch zuur. Dit is tempeh. Dat is een soja-achtig iets. Oh. Dit is ikan peppisan. Mm-hmm. Lekker heet. Met veel sambal. Oh. Allerlei soortjes. Mm. Dit is gre. Dat zijn hele kleine gedroogde visjes. Anchovisjes. Dit zijn granalen speciaal voor mij, mag niemand aankomen. En deze sambal heb ik zelf gemaakt. Zo. Dus dat is sambal tomaat, die is heel mild. Sambal tomaat. En dit is sambal manis, dat is zoet. Mm. Sambal paltje. Ja, sambal paltje. En dit zijn gebakken uitjes, een beetje. Deze is de... Palinese ketchup kip, maar die is zonder kruiden. Voor jou? Nee, met wat ik mag, dat we ze met z'n allen kunnen eten. Sojasaus en alles, maar niet kruiden. Maar die mogen jullie ook eten hoor. En dit is Javaanse kip. Javaanse kip. Er zitten Javaanse kruiden bij. Curry eieren. Pakken in vlees met een uitje. En curry, ja, dat is erin getrokken. Dus dat... heel mild gemaakt, niet te zwaar, want anders worden ze bitter. Dat vinden jullie misschien niet lekker. En dit is rendang, dat is Indonesisch rundvlees. En dit is de saté à la Jack. Van de grill. Nou, dan zijn we zo. Dit is tahu. Mm-hmm. Dat is een blokje, dat koop je aan één stuk en dan maak je stukjes van. Oh, ja. En dat doe je met speciaal een beetje kokosmelk en sambal. Dat heb ik gehad. Oh. Hey. Dit zijn ook garnalen, maar dan die zonder kruiden en dit is met Javaanse kruiden. En dit is komkommer? Nee, dat is in de zuur. Ah. Dit is sambalbroodjes. Sambalbroodjes. Dus dat is een beetje pittig gemaakt op zijn Indische manier. Lekker. En dan saté saus nog. Heerlijk, heerlijk. En dit rijst. Heerlijk. Goed boek. Ja, dankjewel. Nou. We zullen wel smullen. Ja. Nou, lekker, lekker. Smakelijk sausje. Dankjewel. Dankjewel.